Normaal gesproken sluit de burgemeester van Zaanstad wietplantages, maar vandaag opent hij er eentje midden op de Rozengracht in Zaandam. Het drugslab staat er om Zaankanters voorlichting te geven over de risico's. En het begint mee dat we weten wat het is. En dat is wat we vandaag hier op de markt op de Rozengracht doen. Laten zien wat een hennepkwekerij, hoe die eruit ziet, hoe die ruikt, wat de gevaarzetting is, wat de enorm risico's met zich meebrengt als je hier aan begint. In Zaanstad zijn het afgelopen jaar 37 hennepplantages en 8 harddrugslocaties aangetroffen. Burgemeester Hamming is sinds zijn aantreden op een kruistocht om de drugshandel in Zaanstad aan te pakken. We zien het op straat, ripdeals, afrekeningen, schietpartijen, kan het tot gevolg hebben. En mensen moeten weten dus, als ik die stap zet en ik ga in deze hennepteelt actief worden, wat dat voor gevolgen kan hebben voor de rest van je leven.